Nou, natuurlijk met gemengde gevoelens. Aan de ene kant is het nooit een goed teken als land als je met het IMF in zee moet gaan en hulp nodig hebt van het IMF, want dat betekent dat je economie in heel erg zwaar weer verkeert. Aan de andere kant zijn we toch opgelucht dat er uiteindelijk een akkoord is bereikt. Omdat zonder de hulp van een instituut als IMF en andere instituten, wij niet zelfstandig uit deze crisis kunnen komen. Je wil aan de ene kant zeggen, nou, gefeliciteerd, we hebben een resultaat bereikt, maar aan de andere kant is het toch wel heel erg wrang dat we tot dit moment hebben moeten komen. Okay, wat belangrijk is dat het IMF-akkoord niet mag mislukken. We hebben al een keer een akkoord bereikt met IMF en vervolgens binnen een jaar de samenwerking opgezet. Dat heeft natuurlijk een smet geworpen op Suriname. En dat mag niet weer gebeuren. En dat betekent keihard werken voor de regering. Als ze daar openstaan met de support van de tripartite partijen. Het gaat erom dat er zijn hele strenge rapportageverplichtingen. Er zijn ook andere niet-financiële targets die moeten worden gerealiseerd. Die hebben te maken met goed bestuur, transparantie, het creëren van een equal playing field. Dus ik denk dat dat first and foremost het allerbelangrijkste is. We hebben een belangrijk, niet onbelangrijk deel van de pijnlijke maatregelen hopelijk al achter de rug. En daarmee is een basis gelegd voor stabiliteit. En vervolgens, met deze stabiliteit en het voldoen aan die structural benchmarks van het IMF, moeten we dus gaan werken aan die groei van die economie. Dat betekent het stimuleren van investeringen, niet alleen van buitenlandse investeringen, maar ook lokale investeringen, verbeteren van het ondernemersklimaat. De manier hoe de regering vanaf het aantreden zich hebben opgesteld, denkt u dat president Santoki met zijn team in staat zijn zich te houden aan alle richtlijnen van het IMF? Of heeft u daarover nog twijfels? Laat me het zo zeggen, het gaat een enorme uitdaging worden. Het overheidsapparaat is behoorlijk uitgedund. Professionele bureaucraten, deskundige bureaucraten, daar zijn er onvoldoende van. De instituten die de overheid moeten ondersteunen, die zijn ook uitgehold de afgelopen jaren. En natuurlijk de politieke cultuur van openheid en transparantie, dat ontbreekt nog. Dus het wordt een uitdaging. Is het onmogelijk? Ik denk van niet. Nogmaals, het betrekken van de sociale partners is daarbij heel erg belangrijk. Communiceren, overleg voeren vooraf. Dus als het met een gezamenlijke inspanning van ieder, dan moet het lukken, maar het zou niet makkelijk zijn.